Het leek zo mooi. Een klein paardenbedrijf op een steenworp afstand van Blauwe Stad. Maar zover is het nooit gekomen voor Suzanne Verweda. Ruim 3 jaar geleden kocht ze de grond, een huis en een paardenschuur. Maar de door de gemeente toegezegde wijziging van het bestemmingsplan kwam er nooit. Het is behoorlijk frustrerend dat je ziet dat gemeenteambtenaren die betaald worden van iedereen zijn belastingcenten schijnbaar hun werk niet kunnen doen. Ja, als er stukken verdwijnen, zogenaamde hoorzittingen niet plaats hebben gevonden. Ja, het is verschrikkelijk frustrerend. Je wordt er wanhopig van, want het is vechten tegen de bierkaai. Hobbymatig mag Verweda paarden houden, maar haar was veel meer beloofd door de gemeente Scheemda. Die in 2010 opging in de gemeente Oldambt. Al diverse keren wendde ze zich tot de gemeenteraad. Maar tot nog toe was dat zonder resultaat. Uit mijn grond van mijn hart, sorry, naar die mevrouw. Ik ben zelf naar haar toe gegaan toen ik zei dat de echte klem zit op de milieuwetgeving. En dat we daar niet een sluitend antwoord op kunnen krijgen. Vanaf 2010 ben we herendeels in de gemeente Oldambt. En vanaf dat moment is er anders niks dan ga hoeren. En gewoon zo maar deuren. Dat gaat nog wel 3 jaar zo. En je hebt nog geen vergunning, je weet nog niet hoe het zou is. Je merkt aan de wethouder dat hij niet blij is met hoe het gegaan is. En dat hij zich daar namens de gemeente best wel schuldig over voelt. En je merkt aan mevrouw Verweda ja, dat ze daar persoonlijk en ook gewoon materieel heftig onder leidt. Dan zou ik zeggen, we hebben een mediation voorgesteld. Kom, probeer tot elkaar te komen. En probeer deze mevrouw de ruimte te geven die ze eigenlijk verdient. Mocht het nog zover komen, voor Suzanne Verweda is het enkel nog voor de verkoop. Het is voor ons al over en uit. Wij kunnen dit op deze manier absoluut niet meer betalen en ook niet meer doen. Wij zijn nu op het punt dat de makelaar is al geweest. We moeten het verkopen en hopen dat we niet te ernstig in de rode cijfers kunnen vertrekken hier. En hopelijk ooit weer ergens een plekje kunnen vinden waar wij wel welkom zijn met onze paarden en onze plannen.